Ziet mij. Ik heb het kijk. En nu heeft ze haar zadeldekje als... Zadelhoes. Haar zadelhoes als... Dus, ja, een soort cape iets. En waar zijn we? Tweelingen. Yay! En daar is ze. En daar is Abby. Wat gaan we doen vandaag, dames? Kan beter rijden. En hebben jullie al gezien wat voor weer het is? Ik neem jullie even mee. Leanne zegt, oh, maar het is droog en ik zie ook een zonnetje op de buienradar. Ik kan je vertellen, mijn camera kan niet eens naar buiten, want het giet. Maar wij zijn natuurlijk gewoon stoere dames, dus we gaan toch. Hè? Durf je het aan, Tess? We gaan paarden halen. Ik kan Tess erop. Oh, jij. Oh. 1, 2, op. Ons Tessatje gaat op Abby. En dan gaat Leanne gaat op Bella. Dan gaan we even kijken hoe het met Bella gaat, want dat is natuurlijk wel heel spannend. Het is gisteren pas gekomen. Dus dat is wel een dingetje. En ik ga gewoon op mijn eigen paard natuurlijk, want anders pet ik het doel. Nou, we zijn inmiddels allemaal opgestegen. En nu gaan we op buitenrit even. En Leanne had gelijk, het is een soort van droog. Een soort van. Ook vergeet mijn handschoenen. Nou ja, ik ga er niet voor terug. Ja, maar ben je nou weer een paard? Heb jij dat? Ponypad dit. Nou, inmiddels zit Tess op haar eigen pony. Belletje, sweetie bed. En Leanne is ook overgestapt. Die staat weer op Abby. Abby die had goede looplust, zullen we maar zeggen. Ineens. Dus toen dacht Tess van nou, dan ga ik wel op Bella zitten. Verona vindt het sowieso allemaal erg spannend. We hebben erg veel dazen. We vreten de paarden op en het is een soort van oud. Dat maakt het al lastig voor ze om braaf en netjes te blijven. Maar goed. We doen het er maar mee. Het is het weer ervoor, zullen we maar zeggen. Maar Tess dus op Bel. En Bel gedraagt zich voorbeeldig. Kan niet anders zeggen. En Tess is natuurlijk wel goed aangekleed. Body protector. En eigenlijk had ik nog een heel... iets zo'n ding. Want het skateboarden en zo. Het is zo'n heel pak. Dus had ik bedacht, dan trek ik zo'n heel pak bij haar aan. Maar Tess die dacht van, nou dit is wel genoeg. Protectie. Nou, vooruit maar dan. Mensen doen het keuren voor Tess. Hey. Doei mensen, dat was een dennenboom die jullie op je scherm vegen. Oh, dit is wel heel gaaf. Wat ben jij een ongelooflijk brave pony. Hé. Hey. Wat ben jij een brave pony, zeg. Goed zo.
Je bent de aller braafste pony van het hele kabouterbos. Zo, ponnetje nog even afgespoten. Veron is afgespoten. Dus alles mag de wagen in, denk ik zomaar. Daar is het kleine meisje. Volgens mij moet ik een beetje zo inschuiven. Het was eigenlijk wel heel fijn, hè? Ja, het ging heel goed. En we leven nog, dus ja, Tess heeft, fijn. Ja, Tess heeft ook overleefd. Bella was mega braaf. Ja, niet normaal. Het was echt niet te filmen. We hebben het gefilmd, dus het is wel te filmen. Dus vergeet vooral niet even op Leanne's kanaal te kijken. Ook daar komt natuurlijk een vlog van om de buitenrit. En ik zal haar linken. Daar, dat weet ik nog niet precies. Daar. Ligt eraan waar het uitkomt. Ergens. Ja, en dan kan je Leanne ook even bekijken. Leuke video's heeft hij ook. Dus ik zeg voor nu bedankt voor het kijken. Doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op Leanne en op ons. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!